Dit is de laatste passermalm van het oosten in Expo Center Hengelo. Ja. Het is zeker jammer. We zitten hier nu ruim iets van 18 jaar hier en daarvoor hebben we jarenlang in de evenementenhal Bonn de passermalms gehouden. De eerste passermalms in Oost-Nederland was in Bonn. Passermalm heeft ook een soort reunie van Indische Nederlanders. Het weer elkaar ontmoeten na een jaar of nog langer. De gezelligheid, de sfeer, de entourage, de muziek, zang, dans en vooral het eten natuurlijk. Dat is het. Het is geboren uit een hobby en een hobby daar moet je natuurlijk van houden en daar moet je heel veel plezier in beleven. En zolang ik dat nog heb, het plezier in het organiseren van de passermalm, dan ga ik door zo lang mogelijk dat mijn gezondheid en lichaam het toestaat.